FC Volendam TV wordt mede mogelijk gemaakt door Daiwa House. Na het gelijkspel thuis tegen AZ afgelopen weekend reist FC Volendam af naar Enschede. Ze nemen het dit keer op tegen tegenstander FC Twente. Francesco Antonucci is na lange afwezigheid weer bij het team en komt dit weekend in actie tegen de Twentenaren. Ja, nu gaat het beter. Elke dag iets beter. Ik had wel natuurlijk een vervelende blessure met een operatie. Dus nu ben ik pijnvrij. Ben ik echt blij mee en ik hoop... Nu door te ontwikkelen. Ja, op een gegeven moment kon ik niet meer passen, schieten. Nu kan ik weer. En dus dat geeft mij echt zin in en echt een goed gevoel. Ik denk nu zit ik misschien 70%, 80%. Ik heb nog sowieso ruimte en ritme nodig. Want ik heb heel lang niet gespeeld. Dus ik ben blij om een minuut gemaakt, de laatste wedstrijd, dus ik hoop zo doorgaan. Nu FC Volendam in de laatste wedstrijden met 17 punten op de 15e plek is beland, lijkt het team van trainer Wim Jonk de draad goed gevonden te hebben. Ja, ik denk sinds eerste wedstrijd al tegen Cambuur, ik voelde ons als meer als een team, als een ploeg. Iedereen gaat meer vechten voor elkaar. Als je kijkt de eerste zes maanden, ja, het waren moeilijk. Ik vind sinds het begin zijn we echt goed bezig. En ik hoop dat we moeten sowieso doorgaan. Want we moeten niet degraderen. Dat is ons doel. Dat komt goed, denk ik. Ja, ik denk we hebben sowieso een paar dingen gewisseld. Een opstelling gewisseld. We spelen nu met 5 verdedigers. Dat helpt ook. We krijgen ook minder kans tegen. Maar ook de mentaliteit van de ploeg heeft ook gewisseld. De eerste wedstrijd tegen Cambuur heeft ook ons vertrouwen gegeven, denk ik, voor de wedstrijd daarna. Dus een beetje van alles, maar ik denk meer de mentaliteit is aan het veranderen. Zijn rol binnen het systeem is duidelijk. Soms kunnen we met 2 en een 10 spelen en 2 spits. Ik denk nu dat Gaetano rood heeft gekregen, ga ik iets vooruit spelen met Robert. Dus een beetje als tweede spits. Dus dat is een mooie uitdaging, want ik heb daar niet vaak gespeeld. Dus we zullen zien, maar ik hoop dat het goed komt. De middenvelder weet wat er van hem verwacht wordt zondag. Ja, het is natuurlijk iets hoger. Maar ik krijg wel de vrijheid om aan de bal te komen, dus dat is wel leuk. Druk zetten hebben we gewoon dingen dat we moeten volgen. Dit zijn niet nieuw ding, maar... Ja, ik moet wel even wennen, denk ik. De Tukkers hebben geen geheimen meer voor de middenvelder. Ja, ik weet dat ze een hele goede ploeg is. Gewoon aanvallend als verdediger heel sterk. Ze hebben ook goede spelers. Ik heb met Gijs gespeeld hier. Met Zerouki ook bij Ajax. Dus ze hebben veel kwaliteit. Dus het is sowieso een lastige ploeg. Het gespeelde duel van donderdag kostte FC Twente veel energie en kan in het voordeel werken. Ja, dat durf ik niet te zeggen, want we weten dat ze zijn gewend om 2 keer per week te spelen. Dus ik denk dat ze hebben kracht genoeg om 2 wedstrijden in een week te spelen. Dus we moeten niet op dit opletten. We moeten op onze focus en onze dingen doen. De wedstrijd FC Twente FC Volendam is zondag te volgen op ESPN4. Het Twitter-account @FC Volendam en de story op Instagram. De aftrap in de Grolsvesten is om 16:45.